Het ligt hier, hè. Het jaar van de verwarring. Ja, waarom heb je eigenlijk dat boek geschreven? Omdat het ging verkopen? Nee, het jaar van de verwarring, omdat er echt zoveel gebeurd is aan zo'n snel tempo, dat ik echt dacht van, ik moet alles voor mezelf op een rijtje zetten. En dat is nu gebeurd in het boek. Ik ben begonnen met vluchtelingen te volgen vanaf augustus vorig jaar 2015. Dan kwamen die aanslagen, Parijs, maar vooral Keulen, wat daar allemaal gebeurd is. En plotseling was het vluchtelingendossier en terrorisme, die waren verweven. En op een of andere manier vond ik het belangrijk om voor mezelf eens alles op een rijtje te zetten en ook wat nuance aan te brengen, want televisie gaat zo snel en veel mensen vroegen zich af, ja, wat is daar nu allemaal gebeurd in Parijs aan die Bataclan, tussen al die vluchtelingen, maar ook in Zaventem, en wat heeft het een met het ander te maken? Er was zoveel dat gebeurde en op een bepaald moment dacht ik van, nee, dit toch ook niet. Nog meer mensen op de vlucht, nog een aanslag, Europese Unie opspringen, enzovoort, enzovoort. Alles wat wij in feite in ons leven zien opbouwen hebben, zagen we plotseling, ja, met een vraagteken geplaatst en kan het nu nog zo verder gaan? Dus voor mij was het vooral verwarrend dat het zo snel kan gaan, dat de wereld in een razend tempo kan veranderen en we zijn echt wel op een scharniermoment aangekomen voor Europa. En ik denk dat iedereen, tot zelfs in het kleinste dorp van West-Vlaanderen, aanvoelt dat de wereld op een of andere manier veranderd is. Ook door de manier waarop we er naar kijken, via sociale media, via het feit dat, ja, vluchtelingen ons leven kunnen bekijken. Omgekeerd, wij zien hen. En dus in feite, we kunnen niet meer zeggen, wij leven op ons eilandje. Hoe is het als journalist om daar getuige van te zijn, van al die veranderingen? Geeft dat jou een kick? Op zich geeft het een kick om verslaggever ter plaatse te zijn, want je bent waar het gebeurt. Aan de andere kant, het is ook een les in nederigheid, zo'n boek schrijven, want achteraf besef je van, ik heb heel veel dingen gezien, maar stonden ze wel in de juiste context? Toen ik het vluchtelingenverhaal begon, kon ik niet geloven dat die vluchtelingenroutes misbruikt werden door mensen met slechte bedoelingen. Nu weten we dat bepaalde Syriëgangers bijvoorbeeld die netwerken gebruikt hebben om terug te keren naar Europa om aanslagen te plegen. Dus het is met voortschrijdend inzicht dat je dan bepaalde dingen beter kan plaatsen. Geeft dat een kick? Wij doen onze job, wij zijn gefocust. Achteraf denk je, wat hebben we allemaal meegemaakt? En ik onthoud vooral de mensen. En door die mensen, die je ook blijft opvolgen waar die nu aanbeland zijn, ja, dan heb je een soort genoegdoening, eerder dan een kick. Oké, goed. Je zegt het daarnet zelf. Hè. Je bent als journalist, bekijk je alles, observeer je alles. Je bent betrokken, maar we kennen jou vooral ook als een objectieve journalist die ook heel accuraat al de feiten weergeeft. En toch kon ik mij niet ontdoen dat toen ik je bezig zag rond die vluchtelingen op televisie, dat daar toch ook wel een grotere emotionaliteit bij kwam dan we anders van je gewend zijn. Het was confronterend wanneer, om het oneerbiedig te zeggen, een problematiek een gezicht krijgt, dan doet dat wel iets met een journalist ook. Want ik kan plotseling niet meer zeggen de vluchtelingen, de migranten, de moslims. Voor mij gaat het om een Ahmad die ik leren kennen heb in Servië. Het gaat om een Isra die ik in Belgrado heb leren kennen. Om een Mohammed die ik in Hongarije heb leren kennen. Dus je kunt namen gezichten kleven op een problematiek. Dat maakt het persoonlijker. Het maakt ook dat je probeert met meer nuance daarover te berichten. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als reporters, zeker in het Westen, blijven naar die gebieden gaan om dat allemaal een gezicht te geven en te zeggen aan, er is heel veel dat ons onderscheidt, geloof, manier van leven, maar er is nog meer dat ons verbindt. Iedereen wil gelukkig zijn, iedereen wil veilig en goed leven en iedereen is op zoek naar dat geluk. En als we vanuit, laten we zeggen, een soort basis uitgaan dat we dingen samen willen doen, dan denk ik dat we bepaalde uitdagingen beter aan kunnen. Als je nu iets uit je boek wilt halen waarvan je zegt van kijk, dit gaat mij, dit is nu iets waar ik echt door gepakt werd, dat ik mijn leven lang zal onthouden. Eén voorval, één anekdote, één persoon. Wat is het dan? De rubberboten die aankwamen de eerste keer op Kos. 4 uur 's nachts, donker, alleen geluiden horen. Plotseling een rubberboot zien die lek slaat en de paniek die uitbreekt. Een vrouw die een kind aan mij geeft, in mijn armen. Andere kinderen aan wal zetten en dan plotseling begint te tellen. Zijn ze er allemaal? Het kind uit mijn armen weer trekt en dan zegt van oef, we zijn er allemaal. Gewoon die angst in de ogen zien van mensen, terwijl je denkt van, we zitten hier in Griekenland, je komt van Turkije. En daar heb ik echt gezien van, die mensen ontvluchten wel iets dat werkelijk is.
Er zijn economische vluchtelingen. Er zijn mensen die natuurlijk willen profiteren van het systeem om het beter te hebben en meer te kunnen verdienen dan ergens anders. Maar er zijn heel veel mensen die uit nood zijn gevlucht. En wat mij het meest getroffen heeft, zijn die gezichten, radeloosheid bij heel veel mensen van hoe moet het nu verder? Heb je moeite gehad om dit boek te schrijven of is het er allemaal uitgevloeid? Het was een moeilijk begin, omdat ik eerst het nut niet inzag om een boek te schrijven. Ik ben televisiejournalist en ik heb zoiets van what you see is what you get. Ik toon het, maar dan is in feite besef gegroeid. Mensen willen weten wat er achter de schermen gebeurt. Waarom kiezen wij voor bepaalde personen in reportage? Wat zijn de moeilijkheden die wij ondervinden? Dus daarom vond ik het belangrijk om dat boek te schrijven. En plotseling, vanaf februari, schreef het boek zichzelf. Want er is zoveel nog gebeurd. Er zijn aanslagen geweest in Zaventem, een aanslag in Nice. De deal tussen Turkije en de Europese Unie voor de vluchtelingen. Dus het nieuws volgde je echt op de voet. Ik moest alleen maar eigenlijk registreren. Goed. Was dat moeilijker voor jou, de aanslagen in Zaventem? Ja, dat gebeurt dan zo dicht bij huis. Is dat dan moeilijker voor jou om daarover te rapporteren? Wel, ik volg al verschillende jaren luchtvaart. Ik ken de luchthaven van Zaventem zeer goed. Het is een beetje mijn achtertuin. En voor mij was het zeer confronterend, want wij trekken meestal naar een crisisgebied. Wij doen ons werk daar geconcentreerd. Maar wij keren terug en wij laten meestal de problemen achter. Nu was het iets van, het gebeurt dicht bij ons. Ik voelde bij mezelf, er zat meer woede, frustratie in mijn stem. Je kon het echt niet ontvluchten. En het doet wat met een mens als je voelt dat het gevaar dichterbij komt. En vooral dat je denkt van, stop dit nu nooit. Oké, goed. Heeft dit afgelopen jaar jou veranderd als mens? Ongetwijfeld. Heel veel dingen gezien, heel veel dingen beleefd. Op een andere manier naar mensen ook gekeken. Op een andere manier het begrip vluchteling, asielzoeker ingevuld. De begrippen voor veel mensen zijn soms ook al verwarrend. Een asielzoeker is iets anders dan een vluchteling, heeft allemaal te maken met statuten. Maar het gaat om mensen. En voor mij heb ik ingezien, nederigheid. Wij kunnen heel veel leren van mensen die naar hier komen. Nederigheid, wij weten niet alle antwoorden op het moment zelf. En opnieuw, nederigheid, ja, waar het naartoe gaat, weten we niet. Maar laat ons optimistisch blijven. Ja, is dat zo? Blijf jij optimistisch na al hetgeen je nu al hebt meegemaakt en gezien? Toch wel. Er is eigenlijk geen andere optie. Als we ons zorgen maken, zou het beter zijn? Nee. Ons gevoel zou alleen slechter zijn. Dus ik zou zeggen, laat ons niet met blinde optimisme overal naartoe kijken. Maar laat ons gewoon toch met een positief gevoel naar veel zaken kijken en het beste ervan maken. Nu klink je als een pastoor, vind ik. Ja, soms zeggen mijn journalisten en reporters zijn soms missionarissen van het woord. Misschien is het zo.